Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken en dit keer met jullie een blik werp op Babel, uitgegeven door Wolfhorn Games. Het is een spel voor 2 tot 5 spelers waar je in 20 tot 45 minuutjes mee bezig bent. En dit is een coöperatief spel waarbij we samen de toren van Babel moeten bouwen voordat de verschillende trekstapels leeg zijn. En het probleem is dat je je medespelers opdracht moet geven om te bouwen en de juiste resources te verzamelen. En je weet in het begin een beetje wat voor termen je kan gebruiken om elkaar te helpen. Maar naarmate het spel vordert heb je steeds weer andere woorden voor bepaalde acties. En als je niet het juiste woord weet, kan je medespeler geen acties uitvoeren. Dus zo proberen we aan de ene kant elkaar duidelijk te maken wat we moeten zeggen om daadwerkelijk te kunnen bouwen. En aan de andere kant bouwen we er duchtig op los. Lukt het ons om, voordat de stapels leeg zijn, de toren van Babel te laten verrijzen, dan winnen we. En anders zullen we beter ons best moeten doen. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er in het doosje zit. Het spel is van de hand van Bart de Jong en wij krijgen. Dit is nog een prototype. Zoals de regels zijn nog niet de originele vorm. Maar we krijgen de spelregels. In dit geval heb ik de Engelse variant. De regels zelf zijn helder en duidelijk opgezet. Met nog een keer een duidelijke uitleg van de symbolen. Fijn om doorheen te gaan. We krijgen een reference kaart voor elke speler. De stadwoorden en wat je aan nieuwe woorden gaat krijgen. We krijgen de verschillende resources die we nodig hebben om te bouwen. We krijgen onze veranderende woorden. De Babylonische spraakverwarring. Dezelfde kaart kan steeds weer een andere term gaan krijgen. Dat maakt het ons lastig. We krijgen de gebouwkaarten die aangeven wat we nodig hebben om uiteindelijk de toren van Babel te kunnen bouwen. En voor elke speler zijn of haar startsetje met de 4 startwoorden. Dat is wat we krijgen. Dan laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld opgezet voor 2 spelers. Elke speler kiest een kleur. Je krijgt de startwoorden in jouw kleur. Je begint met 3 resource kaarten en je krijgt 1 gebouwkaart die je gesloten voor je neerlegt. Uiteraard krijg je een reference kaart waarop de startwoorden staan, maar ook de nieuwe woorden die het een stuk lastiger gaan maken. De resterende resource kaarten worden geschud en hier in een trekstapel gelegd. En dan krijgt elke speler vervolgens nog 1 woordkaart die gelijk 1 van je startkaarten vervangt. Dus in mijn geval heb ik dit symbool gekregen waarmee ik resources kan pakken. En dat betekent dat ik deze startkaart, die ben ik kwijt, dus die leg ik weg. En deze kaart voeg ik toe aan mijn hand. Je hebt altijd maar 4 actiekaarten, 1 met elk van de 4 symbolen. Alleen de woorden die nodig zijn om ze te activeren, die zullen door het spel heen gaan verwijderen. Nou, bij Googly Eyes is dat ook het geval. Dan maken wij de toren van Babel, de trekstapels. De toren bestaat uit een basis van 4 kaarten, daarna 3 kaarten, daarna 2 kaarten, daarna 1 kaart. En de decks bestaan uit een x-aantal woord- en gebouwkaarten. En dat varieert een beetje van aantal spelers. En die leg je klaar. En deze trekstapels zijn de klok die bepalen wanneer onze toren af moet zijn. Als de laatste kaart gepakt wordt, dan moet de toren van Babel gebouwd zijn. Alternatief kan het spel nog eerder afgelopen zijn, want als een trekstapel zelf leeg is, als je de laatste kaart van een trekstapel pakt en daarnaast ligt niet de verdieping die gebouwd moet worden, dus 4 kaarten, 3 kaarten, 2 kaarten, 1 kaart, dan is het spel al eerder afgelopen. Maar zo is het hem op. Laten we maar eens een toren gaan bouwen. Bij het willekeurige startspeler aan en met de klok mee zijn de spelers aan de beurt. En als de speler aan de beurt is, voert hij 2 acties uit waarbij hij keuze heeft uit 2 mogelijkheden. Of iemand anders een commando geven of zelf een kaart laten zien. Je mag meerdere keer dezelfde actie doen. Nou, wat voor acties hebben we? We hebben 4 verschillende soorten acties. We hebben de actie om nieuwe resources te krijgen. Deze actie, Kuri. Je mag een maximum van 7 resource kaarten voor je op tafel hebben liggen. Meer mag je niet hebben. Dus ik hoop dat Googly Eyes extra grondstoffen kan pakken, zodat hij een gebouw kan gaan bouwen. Dus ik zeg tegen Googly Eyes, Kuri. Nou, Googly Eyes gaat kijken naar de kaarten die hij in zijn hand heeft. En in dit geval heeft hij inderdaad de Kuri kaart. Dus die legt hij open voor zich neer om aan te tonen van, joh,
Ik snap wat jij bedoelt. Met Koeri bedoel je dat ik 2 kaarten mag pakken van de trekstapel. En die voegt hij toe aan zijn voorraad resource kaart. En daarna neemt hij de kaart weer terug op handen. Ik kan ook proberen om Googly Eyes te laten bouwen. Er ligt 1 gesloten gebouwenkaart voor hem, dus hij heeft sowieso een gebouw. Dus ik ga het commando Banu geven, wat in het begin van het spel staat voor het bouwen. Nou, ook die kaart heeft hij nog. Legt hem open voor zich neer. Laat aan iedereen zien dat hij snapt dat je met Banu bedoelt dat je moet bouwen. Gebruikt de kaart die hij heeft. En betaalt de resources die erop staan. Nou, voor het voorbeeld doen we eventjes alsof hij de resources heeft. Dus in dit geval 2 keer een hout en een hamer. Die gaan naar de aflegstapel. En deze kaart wordt neergelegd. En dan hebben wij de eerste positie gebouwd. Het derde commando wat ik kan geven is aboom. Tenminste in het begin. En dat betekent dat Googly Eyes 2 van zijn kaarten mag laten zien. Zodat we weten wat er misschien anders is. Hoe we hem bepaalde commando's geven. Dus ik zeg tegen Googly Eyes Aboon. En Googly Eyes laat zien dat hij de Aboon kaart heeft. Dus daarna mag hij 2 kaarten uit zijn hand laten zien aan iedereen. En dan weet ik, oké, de laatste actie, het geven van kaarten, die is bij hem veranderd. Dat is niet langer Sapti, maar dat is Hipti geworden. En dan moet ik dat maar onthouden. Oké, dus dat is de derde actie. Nou, en de vierde actie, normaal gesproken is dat Sapti. Dan mag je een maximum van 3 kaarten, en dat mogen resource kaarten zijn, en of gebouwen kaarten, aan een andere speler geven. Nou, in Googly Eyes geval moet ik dus niet tegen hem zeggen Sapti. Want als ik een commando geef, Sapti. Hij gaat kijken in zijn hand. En hij zegt, ja, Sapti, Sapti. Ik heb geen Sapti kaart. Dus ik snap niet wat je bedoelt. Dus schudt hij met zijn hoofd. Of je zegt, nee, kan ik niet. Omdat zijn Sapti kaart vervangen is door Hipti. Maar die heeft hij net laten zien. Dus ik zeg tegen hem, Hipti. Hij laat zijn kaart zien, hij opent hem en hij mag een maximum van 3 kaarten aan mij geven. Nou, hij geeft bijvoorbeeld wat resource kaarten aan mij. Dus dat zijn de 4 acties. Het bouwen, het pakken van 2 nieuwe resources met een limiet van 7 kaartjes. Het geven van een maximum van 3 kaarten, zowel resource kaarten als gebouwenkaarten. En aboom, het tonen van 2 van je kaarten. En als je een commando krijgt wat je niet begrijpt, dan schud je hoofd, maar de actie is wel verloren gegaan. Maar dat is optie 1, iemand een commando geven. Optie 2, omdat je dus steeds weer nieuwe kaarten gaat krijgen, die de Babylonische spraakverwarring sterken, mag je, als een van je 2 acties, 1 van jouw eigen kaarten laten zien aan iedereen. Dus in mijn geval, om mij resources te laten pakken, wat best belangrijk is aan het begin van het spel, moet je niet langer Koeri zeggen, maar Dariu. Dus mijn tweede actie is bijvoorbeeld, ik laat zien aan iedereen dat ik Dariu heb. Nadat je je 2 acties hebt gedaan, pak je de bovenste kaart van de onderste trekstapel. Is het een gebouwenkaart, dan leg je hem gesloten voor je neer, zodat iedereen kan zien dat je meerdere gebouwen hebt. Is het een woordkaart, dan vervang je onmiddellijk de huidige actie met hetzelfde symbool door deze nieuwe woordkaart. En betekent dat je Babylonische spraakverwarring weer groter wordt. Belangrijk hierbij, mensen hebben de neiging om kaarten in een vaste volgorde te houden. Schud even je hand voordat je die kaart pakt en vervang hem dan, zodat voor iedereen spannend blijft welke kaart er daadwerkelijk vervangen is. En dan is de volgende speler. Googly Eyes, die mag dus of weer commando's geven of kaarten laten zien. Nou, we weten nu alles wat hij heeft. Dus hij zegt tegen mij Dariu, want hij heeft goed opgelet. Dus ik krijg weer 2 kaartjes erbij. En als tweede actie zegt hij Banu, want die wil dat ik bouw. Helaas heb ik Banu zojuist moeten vervangen door een nieuwe kaart. Dus schud ik met mijn hoofd en zeg ik, ja, helaas, ik kan je niks laten zien. Ik begrijp niet wat je zegt. En dan pakt hij de bovenste kaart, in dit geval een gebouwenkaart. En die legt hij weer gesloten voor zich neer. En zo gaan wij ons de beurt onze beurten spelen. En proberen we langzaam maar zeker die toren van Babylon te bouwen. En zodra wij 3, 2, 1, alle kaarten neer hebben gelegd om deze toren te bouwen, hebben we onmiddellijk gewonnen. Wordt de laatste kaart van de trekstapel gepakt en is de toren niet compleet, hebben we verloren. En alternatief, als je de laatste kaart van een trekstapel pakt
en die verdieping die erbij hoort, dus de eerste verdieping moet 4 lang zijn, is niet voltooid, ben je ook gelijk af. Maar op die manier wordt Babel gespeeld. Het spelidee van Babel is ontzettend vermakelijk. Een coöperatief spel waarbij we samen de toren van Babel gaan bouwen, maar waarbij we, zoals in de verhalen, beperkt worden door de communicatie. Oftewel, op een gegeven moment hebben wij niet meer dezelfde taal en snappen we niet meer wat we bedoelen met een bepaald woord. En dat heeft dit spel in alle eenvoud heel goed weergegeven. Je begint allemaal met dezelfde startkaarten. We weten allemaal precies welke actie aan welk woord gerelateerd is. Behalve eentje, want vanaf het begin heb je al één woord wat anders is. En dan wordt het een ontdekkingsreis van oké, welk woord is dan daadwerkelijk belangrijk. Het kan zijn dat je meerdere acties hebt met hetzelfde nieuwe woord. Als dan dat woord gezegd wordt, mag je zelf kiezen welke van die acties je gaat uitvoeren. Je mag ze niet allemaal doen. Door elkaar commando's te geven, proberen we die toren te bouwen. En door zelf kaarten te laten zien, proberen we duidelijk te maken wat voor commando's we zelf willen ontvangen om te helpen met het bouwen van de toren. En dat mechanisme in alle eenvoud werkt heel erg goed. Je kunt zien hoeveel gebouwenkaarten iemand voor zich heeft liggen. Je kunt zien hoeveel resources iemand voor zich heeft liggen. En je ziet dus ook als iemand een kaart pakt, of die een gebouw neerlegt, of dat hij hem in zijn hand steekt en een andere kaart verwijdert. Wat betekent dat er in ieder geval weer een woord veranderd is. En dat maakt dat je soms zegt, oké, misschien ga ik jou even geen commando geven, want bij jou is er iets minder gebeurd. Dus laten we dan maar zorgen dat jij als een gek gaat bouwen. Maar ja, die speler krijgt ook maar een beperkt aantal acties. Dus ja, dan moet je weer resources van elkaar geven. Dus je zit altijd afweging te maken van oké, laat ik iets zien zodat ik meer efficiëntie ben. Gebruik ik mijn acties om een andere speler aan het werk te zetten. Of ga ik gewoon een gokje wagen? Want je weet welke 6 nieuwe woorden er toegevoegd worden aan het spel. Dus je kunt ook zeggen, ik doe gewoon een gokje en dan hoop ik dat ik prijs schiet. En het is aan de ene kant super grappig en tegelijkertijd erg irritant dat je in je beurt een kaart hebt laten zien van kijk, zo krijg ik nieuwe resources. Vervolgens pak je een kaart, moet je een kaart uit je hand weggooien. Uiteraard de kaart die je zojuist hebt laten zien aan iedereen, waardoor de volgende speler zegt, aha, Dario. En dan jij zegt, nee, ik begrijp echt niet wat je zegt. en dat zijn 2 acties die je verspeeld hebt. Dat is zeer vermakelijk, want het past ontzettend bij het thema. En natuurlijk tegelijkertijd een beetje, daar heb ik zoveel moeite voor gedaan. Maar dat is iets wat ik erg vermakelijk vind. Het is ook pittig om die toren voor elkaar te krijgen. Je zult echt goed samen moeten werken en opletten. En die acties optimaal verdelen om een overwinning te halen. En dat vind ik ook wel heel tof, want de echte Toren van Babel is natuurlijk ook nooit een feit geworden. Dus ja, hoe gaaf is het dat je in dit spel ook met heel pijn en moeite iets wat niet gelukt is, misschien wel weet te realiseren. En dat alles bij elkaar maakt Babel gewoon tot een erg vermakelijk spelletje. De basisregels zijn super eenvoudig, maar door dus de spraakverwarringen wordt het aangenaam uitdagend. En doordat je constant weer wisselt met kaartjes en steeds weer andere woorden krijgt, wordt het steeds lastiger om te onthouden wat iedereen allemaal heeft en hoe je met elkaar die toren in elkaar kan knutselen. En dat is een geweldige uitdaging die dit spel op tafel weet te zetten, die ontzettend goed aansluit bij het thema. En dat maakt dat ik het met veel plezier op tafel krijg. Aan de andere kant speelt het ook soepel, snel en gemakkelijk. En dat maakt dat Babel voor mij een 8 heeft gekregen. Zolder.